We zijn in Hazelswoude voor de wedstrijd in de vijfde klasse A tussen Bernardus en Football Factory. Een belangrijke wedstrijd met het oog op plek 3. SEC op weg naar de titel, onbereikbaar. Zo goed als zeker voor LSVV dat ongetwijfeld als tweede zou gaan eindigen. Maar dat is de vraag wie er op de derde plaats gaat komen en hoogstwaarschijnlijk na competitie gaat spelen. Nou, twee van die ploegen die daartoe nog kansrijk zijn, zijn Bernardus en Football Factory met hier de opstellingen van beide ploegen. Andere gegadigden voor die derde plek. Ook al twee streekgenoten. Te weten Hazelswoudse Boys en Kikkers 69. Daar de aftrap. De omstandigheden zijn lekker. Veel mensen op het buitenterras van Bernardus. Daar met de eerste poging. Maar die wordt dan gered door Ian McTurk. Maar is er wel een overtreding gezien door scheidsrechter Van de Ende uit Schravenzanden. Resterend een vrije trap daar aan de rechterkant van het veld die ongetwijfeld tot gevaar gaat komen. Dus alle hands aan dek bij de Leidse ploeg. Komt die bal dan inderdaad voor, dan is het daar achterin een mogelijkheid voor Jeffrey van der Heijden. Maar die vindt alleen het zijnet. En zo blijft het nog bij 0 tegen 0. De rustige opbouw bij de ploeg van Serge Den Os. Daar met een diepe bal. Die wordt daar bijna onderschept door Van der Rijssen. Kan Bernardus door. Dat is een hele goede combinatie. En dan krijgen we een goede mogelijkheid. Maar dan wordt er ook uitstekend verdedigd door Fedon den Broeder. Moet ik zeggen. De canvas daar voor Rens Schakenbos. Dan Van der Rijssen. Daar de back die goed opkomt. De bal goed aan voet houdt. En dan krijgt daar een vrije trap. En dat is volkomen terecht. Daar dan de overname. Die bal die gaat dan door Martijn van der Akker in de 16 worden gespeeld. Van der Rijssen loopt daar door. En dan krijgt hij plots die bal bij de voeten. En dan is het hangen en wurgen. En is het een strafschop. Ja, een niet al te handige overtreding daar achterin van Bernardus. De doorgelopen Van der Rijssen die in eerste instantie ziet dat de speler van Bernardus die bal niet wegkrijgt. En dan wordt hij wel degelijk vastgehouden. Dan denk ik dat dit een terechte strafschop is voor de bezoekers. Ja, misschien wat makkelijk gaan liggen. Maar aan de andere kant, ja, je moet niet in zo'n situatie komen. En dat doet de Bernardus speler wel. Daar, Deli Hoogkamer. En die rondt af te sterk. Daar voor Luc Enter in dat 1 tegen 1 duel. En Deli Hoogkamer lang niet altijd beschikbaar voor de ploeg van Pieter van Schie. Vandaag wel en belangrijk vanaf 11 meter. Hij maakt hier de 0-1 voor de bezoekende ploeg. Die daarmee een lekkere voorsprong hebben. Heel goed weer en ideale omstandigheden daar met een goede poging van Abel Sekera. En die wordt dan gered door McTurk. En zo blijft die gelijkmaker nog uit. Bernardus dan aan de rechterkant van het veld. Wordt dan uitverdedigd door een Football Factory. Met vereende krachten, zoals we dan zeggen. En dan kan daar met wat ruimte van, even kijken, dat is een middenvelder, dat is Thomas Lyon, die bal achterin geven. Die komt dan ook en dan moet Luc Enter op tijd het doel uit. Dat doet de doelman van Bernardus goed. Maar een nieuw gevaar dus van de ploeg van Pieter van Schie. De rechterzijde dan Bernardus met de opbouw. Slordig balverlies en dan ligt daar wat ruimte. Kan Football Factory overnemen en is Football Factory weer weg. Daar via Amin Hentati. Hentati, wat doet hij? Nou, dat is een aardig gegooid. God, een heel aardig schot hoor. Hoeft dan niet te worden aangeraakt door Luc Enter. Maar een uitstekende poging daar van Amin Hentati namens de ploeg van Football Factory. Football Factory werkt dan weg met Van der Rijssen. Het gaat niet helemaal lekker. Dan een hensbal mag worden doorgespeeld via Remco van der Werf. Doet die bal dan daar aan de linkerkant bij Schakenbos dan de inzet. Maar de doelman is daar adequaat in zijn handelen. Football Factory dan aan de linkerkant van het veld. Daar rustige opbouw. En dan een bal door de midden. Daar ligt toch wel heel veel ruimte hoor. Daar staat Bernardus niet echt goed. En dan kan Van der Rijssen uiteindelijk weer oprukken. Belangrijk vandaag. En geeft daar een voorzet die dan net niet geraakt kan worden door een van de medespelers. Maar Football Factory laat wel degelijk zien hier op jacht te zijn naar drie hele belangrijke punten. De ploeg staat er van die vier genoemde ploegen het minste voor. Maar het kan nog wel. Daar met een redelijke overtreding. Maar gelukkig geen blessures. Zijn we dan in de tweede helft beland bij die stand van 0 tegen 1. Wat kunnen de Oranje-Witte nou hier nog niet uitverdedigen? Daar Van de Akker met een schot. En dat is een hele goede poging. Maar ook een heerlijke redding moet ik zeggen. Daar van doelman Luc Enter. En zo blijft de stand
0 tegen 1. Bernardes op het middenveld wordt dan een van de aanvallers gezocht. Daar gaat die bal dan naar de linkerkant. Dan zit Schakenbos met een schot en een uitstekende redding dit keer van Ian McTurk. De sluitpost vaak, althans van Voetbal Factory, maar niet altijd aanwezig. Zoals er wel vaker geldt voor Factorianen. Vandaar dat het handig is dat de selectie van Pieter van Schie vrij groot is. Daar dan uiteindelijk Van Tol die bal inbrengt. Maar daar kan niemand van Bernardes zijn hoofd of voet tegenaan zetten. Even later in de wedstrijd een hoekschop van Bernardes aan de rechterzijde. Komt die bal voorgeslingerd in het 5 meter gebied. Blijft dan een beetje hangen. En dan van dichtbij wordt hij overgewerkt. Ja, zo krijgt Bernardes zeker wel wat mogelijkheden om de gelijkmaker te produceren. Is ook nodig. Want de ploeg staat wel achter. Ook in punten op Haaswoudse Boys. En nederlaag hier zou heel gevoelig zijn. En daar dan met de gelijkmaker? Nee, nog niet. Bal gaat voorlangs het doel. Komt de Turk goed weg. Hoeft daar niet in te grijpen. Maar zo blijft het wel spannend. Lang niet altijd goed, maar er gebeurt wel genoeg. Met een goede actie daar van Wesley van Tol. Geeft dan mee aan een van de aanvallers. Komt die bal dan voorbij het doel. Dan wordt hij weggewerkt op het allerlaatste moment door Nicolai Loaiza van Voetbal Factory. Ja, daar de handjes terecht. Want hij voorkomt hier zo goed als zeker de gelijkmaker. Loopt de tijd natuurlijk door in het nadeel van de thuisploeg. Daar dan inzet met Turk. Zit daar met een hand aan die goed en dan wel ten koste van een hoekschop. En zo loopt de spanning toch wel heel hoog op hier in Haaswoude. Met opnieuw Bernardes, dat hij hier blijft geloven. Daar dan de doelman. Oei, dat is een nare overtreding, zeg. Ja, met de benen vooruit. Ja, Bernardes wordt daar gek iets wat overdreven. Maar ik kan me de reactie wel voorstellen daar van Jeffrey van der Heijden. Want wat doet die doelman? Ja, die gaat daar met gestrekt been vooruit. En dan de uitleg aan de scheidsrechter. Maar die heeft toch wat anders geconstateerd. Nou, ik denk dat de doelman van de Leidenaar hier wel goed wegkomt. Staat goed te keepen. Maar dit is wel een overtreding die niet thuis hoort in het boekje. Netjes en fatsoenlijk, zou je haast willen zeggen. Nou ja, gelukkig geen al te veel schade bij de speler van Bernardes. En zo leidt de Leidse ploeg nog altijd met 0 tegen 1. Dan in de middencirkel bal voor Bernardes. En dan is daar een speler van Voetbal Factory die het geel krijgt. Dat is Fedon den Broeder, de nummer 4. Dan de vrije trap. Die wordt daar ingeslingerd. En dan weer een vrije trap. En dan vrees ik, ja, dat is den Broeder. Die daar dan een tweede overtreding binnen min van tijd begaat. Hij krijgt het geel voorgehouden. Nou, dat is de tweede keer geel. En dat betekent dus automatisch een rode kaart. En zo gaan de Leidenaren uiteindelijk met 10 man eindigen. De doelman dan mee, want ja, Bernardes, het heeft nog maar een paar minuten de tijd om die gelijkmaker minimaal te produceren. Komt die bal voorgeslingerd, wordt dan dit keer goed opgevangen door de sluitpost van de gasten. En dan zitten we nu echt in de slotfase. Gaat Bernardes een hele dure nederlaag leiden hier op eigen grond in de Voetbal Factory. En doen ook zij weer mee om plek 3. Scheidsrechter fluit daarvoor het laatst. Bernardes vliegt toch een verrassend thuis van 0-1 van Voetbal Factory.